We zijn in de gashouder. En ja, we zijn hier niet zomaar, want ja, jullie zijn vandaag op stap geweest met een hele delegatie uit Bad Rodenvelde. Dat klopt helemaal. Wij hebben een delegatie uitgenodigd, omdat eigenlijk Dedemsvaart en Bad Rodenvelde zijn al een 30 jaar ongeveer partnergemeente met elkaar. Ze hebben een partnerschap. En dat is eigenlijk een beetje verwaterd, om het zo te noemen. En wij wilden die banden eigenlijk weer een beetje aantrekken. Ik heb er vier zakken meegebracht en ik wil die kwijt. En omdat het vandaag een kleine bus was, heb ik alleen vier zakken kunnen meenemen. De volgende keer weer vier erbij. Hè? En het hoofd van de vergadering hier is een zekere meneer Michael van Malen. Oh, Michael. Ik staan, ja. Nou. Ik weet niet eens wat erin zit. Veel te lezen en te leren. Oh, en die spreekt hier. Kallelans, goedemiddag en welkom in Dedemsvaart. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn, uit de plaats Bad Rodenvelde. Maar kun je ons meenemen naar de begintijd toen de samenwerking kwam tussen de voormalige gemeente Averreest en Dedemsvaart en Bad Rodenvelde, hoe dat ging in die tijd? Ja, begin ken ik natuurlijk ook niet, maar dat is ongeveer 35 jaar gebeurd. Dat zijn twee mensen geweest die qua werk met elkaar te doen hadden en die plotseling op een zekere dag zeiden, ja, waarom doen wij dat niet op schaal van de gemeente? En dan is het begonnen en ik herinner mij, dat was hier de oud-burgemeester Wieldraaier. Ja. En dan is het tot stand gekomen dat de twee gemeentes een jumelage vonden. Ja, en dan langzamerhand, ik was ook toen met pensioen, is dat naar mij toegekomen. Ja. En ik heb het de laatste 25 jaar gedaan. Uitwisseling organiseren, bezoeken doen enzovoort. De koren komen naar Bad Rodenvelde. Ja, maar dat is mijn vraag. Want welke uitwisselingen waren er allemaal dan? Want koren hoor ik al. Ja, koren, eigenlijk van alles. Sport, wedstrijden hebben wij gedaan. Hè. En dan veel bezoeken. En uit deze bezoeken zijn ook weer persoonlijke betrekkingen gegroeid. Hè. En dan is natuurlijk het Rozentrio altijd bij het gemeentefeest in Bad Rodenvelde geweest. Hè. Dat was al mooi te bekijken en dat zegt de bevolking in Bad Rodenvelde ook. Ja, het is een heel geslaagde dag wat we tot nu toe hebben beleefd. Ja, want wat hebben jullie vandaag allemaal gedaan? Hoe zag jullie dag er vandaag uit? Nou, we zijn begonnen met een rondrit. We hebben de bus getroffen bij de Witte Paal. Daar zijn Serge, Allian Pelman en ik zijn ingestapt. En we hebben een route door de omgeving gemaakt. Via Beerse, Junne, Ommerschans, Balkbrug en toen Dedemsvaart nog een beetje door. En daar zijn we uiteindelijk hier bij de gashouder aangekomen. Daar zijn we uitgestapt. Hebben we heerlijke snert gegeten. En koffie met een lekkere tompoes. Dat was heel gezellig. Even een rondleiding gehad op het kalkoventerrein. Dat vonden de mensen ook heel erg interessant. Eigenlijk hebben ze toen een beetje het dorp in kunnen lopen. Dat zag ik vandaag. Ja, ik zag ze in het dorp lopen. Ja.
Ja, dat klopt. We hebben ze ook even losgelaten. Ze mochten even lekker hun de benen strekken. Dat vonden ze ook wel prettig. Een tijdje in de bus gezeten, dat is dan toch wel vermoeiend. Dus even die benen strekken, dat was prima. En nu zijn we eigenlijk vanaf 1:05 zijn we hier weer om een lekker borreltje te drinken. Gezellig met elkaar te kletsen. Kennis te maken met elkaar. En vooral ook kijken of we meer kunnen halen hieruit. Dat er ook verenigingen vooral... een samenwerking op kunnen bouwen. Dat is eigenlijk ook het doel van deze dag. En ook met als hoogtepunt zo net de onthulling van een bord. Bart Rozenvelde, 168 kilometer vanaf de Dedemsvaart. Ja, dat is wel heel frappant. Want wij, de eerste keer dat wij met de Dedemsvaria, voor mij was dat 3 jaar geleden, in Bad Rozenvelde kwamen, toen waren we erg verrast dat daar dus een bord stond, een verkeersbord, Dedemsvaart 168 kilometer, die kant op. Ik denk, nou, wat is dit? En nou ja, goed, het bestaat dus eigenlijk al zo'n hele tijd. En waarom hebben wij dat niet, dachten we gelijk. En dat is eigenlijk nu, een kleine wens is dan toch wel een beetje in vervulling gegaan. Dus, en die komt dan natuurlijk ergens in Dedemsvaart te staan. De plek is nog niet bekend, maar we zijn er wel druk in denken waar die komt te staan. Hallo, tjus. Tjus. Een goede terugreis. Ja. Ja. Bedankt en tot de volgende keer. Ja, dank, ja. Ik kom er graag weer terug. Hè? Ja, en we komen een keer bij u kijken in Bad Rozenvelde. In Bad Rozenvelde. Zo is het, ja. Au Wiedersehen. Au Wiedersehen. Wiedersehen. Toi, toi, toi. Ja, Turks.